Gert-Jan Veenstra van de brandweer Flevoland. Brand in een windmolen aan het Lepelaarpad bij Zeewolde. Wat voor melding kreeg u? In ieder geval de melding die was heel raar. Die konden we niet direct duiden. Maar het portofoonverkeer maakte vrij snel duidelijk dat er brand heerste in een windmolen. En wat weet u wat er gebeurd is? Nou, wat wij weten is dat er twee medewerkers in de rotor aan de voorkant van de windmolen aan het werk waren. En op dat moment heeft er een knal-explosie plaatsgevonden, wat ook in de omgeving te horen was. En daarop zijn de hulpdiensten gealarmeerd. En die mensen die aan het werk waren, hoe is het met hen? Met die mensen gaat het wonderbaarlijk gaat het goed. Die hebben lichte brandwonden opgelopen en wat rookinhalatie. Zijn ter plekke door de ambulance onderzocht en die maken het goed. Ja, zij konden dus net op tijd nog eruit komen voordat echt de grote vlammen eruit sloegen? Dat is helemaal correct, ja. Die molen, ja, die is als te verloren te beschouwen. U laat hem uitbranden. Blussen is geen optie? Nee, die molen is 70 meter hoog. En voor onze eigen veiligheid moeten we anderhalf keer de lengte van die windmolen in acht nemen. Voor onze eigen veiligheid en de mensen in de omgeving. Dus ja, dan is blussen geen optie. Kon u er wel bij trouwens, want hij staat natuurlijk ook een beetje in het land. We zitten hier met een weggetje met bomen. Hoogwerkers daartussendoor is ook niet heel handig. Met werkzaamheden kunnen we bij die molen terechtkomen. Alleen nu is er een aspect, dat is brand. Dan kiezen we voor onze eigen veiligheid en voor onze mensen. En dan blijven we gewoon op ruime afstand en laten we hem gecontroleerd uitbranden. Ja. Wat weet u verder van de omstandigheden, hoe de brand kan zijn ontstaan? Want ik zie dat de werkzaamheden hier zijn in het gebied. Er wordt aan meerdere molens gewerkt. Heeft u enig idee? Nee, op dit moment niet. We weten inderdaad dat er inderdaad wordt gewerkt aan meerdere molens hier in de buurt. En uit onderzoek moet blijken of het door werkzaamheden komt of door andere oorzaken. Maar op dit moment weten we dat niet. Of er dus sprake is van kortsluiting... In relatie tot de andere molens is op dit moment niet te zeggen? Nee, dat is op dit moment is nog niet te zeggen, nee. Wie doet nu verder het onderzoek? Is dat aan de brandweer, is dat aan de politie? Nou, zometeen als de molen uitgebrand is en het is vrijgegeven, wordt het overgedragen. En dan wordt er gekeken wat de oorzaak is. Kan hier nog naar beneden komen? Kunnen de stukken afvallen? Houdt u daar rekening mee? Nou, we staan hier ook op een paar honderd meter afstand van de molen. Omdat we niet weten wat die molen gaat doen. Of de wieken afbreken of de hele molen. En daarom nemen we inderdaad ruim afstand voor onze eigen veiligheid.